Alles goed zeker, hè? Ziet er heel goed uit. Ongelooflijk. Ja? Ja. Zo enthousiast altijd, die Filip. Ja, dat is prachtig. Heel blij. Ja, sorry, ik heb mijn joint gesmoord als ik ben opgestapt. Maar dat was een uur geleden. Nee, kunnen we winnen, Erik, zo'n lege zaal? Ja, een lege zaal. Er zit wel volk. Goed publiek, vind ik. Even maar over het oefenen als we een nieuwe film uitkomen. Wat ik nou heel raar vind, maar als ik naar u kijk, Erik, dan krijg ik koesting om reis te vechten. Dus heb jij daarna echt een micro geholpen? Nee, dat was gewoon voor dat filmpje. En Erik maakt reclame voor Unco Bens rijst. Nee, het is Bosto rijst. Ja, heel of lekker. Bosto rijst? Ja, dat is echt heel lekker. Ja. Dat kan toch niet? Ja, echt. Heb je dat al gezien? Ja. Wat? Dus dat reclame begint de reclame, het zit in die rijst te fritten. Ja. Moeten we dat hebben? Moeten we dat hebben? Fresh Prince of Bel-Air? Ja, inderdaad. Ja, mooi huis, hè. Umi, woon jij? Groter of kleiner of in een schoen? Als dat? Nee. Kan, als wat in relatie tot wat? Het ouderlijk huis. Het ouderlijk huis, ja, kleiner. Ja. Kleiner, ja. En waar woon je nu, op een appartement? Of, Een appartement, ja. Ja. Nog altijd in die hoerenbuurt? Ja, nog altijd, ja. Ja. Maar in welke stad? Brussel. Oh, dat had ik nog niet gezien. Wonen jullie eigenlijk groot? Nee, ik vind dat niet nodig. Ik snap dat niet. Van die huizen met 10 bedkamers, wat je ermee moet doen. Ja, hoeveel badkamers heb jij? 5. Oemi, verkeersovertredingen, doe je dat wel eens? Ja, ik heb zelf geen rijbewijs, dus... Nee, maar als je dan rijdt, doe je toch een verkeersovertreding? Ja, inderdaad. Ja. Mag geen stuur aanraken, eigenlijk. Nee. Letten jullie goed op de verkeersborden? Ik ben wel eens tegengehouden omdat ik mijn gordel niet aan had. Echt? Ik dacht, ja, jij hebt een gordel toch ook niet aan. Nee, wat zei je dan? Dat dat niet moet op de motto. Stel dat er een legerdienst zou bestaan, zou het iets voor jullie zijn? Ik heb de conditie van een 80-jarige en ik kan niet mikken en ik loop verloren in mijn eigen straat. Denk het wel, ja. Voor Filip zou het een voordeel zijn, want hij heeft al een helm aan, hè. Heb je vaak last van mensen die stinken? Oh nee, dat valt wel mee, Erik. Dat valt wel mee? We staan op veilige afstand. Oeh. Oh la 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 la. Dat is goed, dat heb ik graag. Weer werk, leuk. Ja, dat komt hard aan, hè. Ja, ik weet het, ja. Moeilijke taak voor de jury. 10 seconden, er hangen 10 seconden vanaf. Hè. Moeten we ons even terugtrekken om te overleggen? Dan maak het geen kloten. Weet jij hoe dat je Italiaanse rode wijn en Spaanse rode wijn uiteen kunt halen? Nee. Staat op het etiket, hè. Hoor je graag rap, dus? Zo meer R&B. R&B. Destiny's Child. The Weeknd. Ja. The Weeknd. Weet je wat ook goed is? Verlinkt Weeknd. Een soort robots. Ze hebben altijd een soort helm op, hè, om anoniem te blijven. Wat wel verstandig kan zijn. En dan Around the World was ook een grote hit. Wordt zo elektronisch gezongen, hè. Around the world, around the world, zoiets. Around the world, Maar dat klinkt een beetje zoals de Geup spreekt eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Around, ja. Naar mijn eigen gaan nadoen. Ja, nee, dat gaat niet. Nee. En een ringbaard, zou het iets voor jullie zijn? Ja, Adriaan? Dat gaat. Ik weet het, er bestaat ook een foto van. Ja. Holy moly. Ja. Hier dan nog ook. Was tijdens het slimste mens. Ja. En hoe ver? Dat weet ik niet meer. Twee afleveringen, denk ik. Dan zou ik het ook niet meer weten. Maar ik weet wel dat ik verloren ben door Pater Damiaan, dat weet ik nog. Maar ik moest al laten... Deed hij ook mee? Die deed ook mee. Wat denkt de jury? Wie zal het halen? Oh, ja, als het maar snel voorbij is, ik moet naar huis. Keer ik mijn vrouw gaat Bosto-rijst kleren. Ik wil wel iets vertellen. Ja? Wil je iets vertellen? Dus ik voel mij aangetrokken tot vrouwen met walletjes. Ja. Als vrouwen op walletjes hebben, ik vind dat heel aantrekkelijk. Die dat wallen hebben? Ja. En waarom? Dus ik weet dat niet. Je heeft zoiets doorleefd. Ah ja, oké. Okay. Ja. Het is moeilijk om iemand daarmee te complimenteren, want ze geloven nu nooit. Ik zeg dan, hey, je hebt walletjes. Ja, en dan voelen ze zich beledigd en je kunt dat niet meer rechttrekken. Hey. Een klassieker. Gosh. Nee, ik weet het niet. Goofy. Ah, ja. 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 Dan had ik. Moffa. Dat is niet lachen, hè? Donald Duck. Dat is Donald Duck. Ah, dus ja. Dat was Mickey. Maar nee, daarvoor was Mickey. Ah, Mickey. Ja.
Ik had er zoveel meer van verwacht. In dit programma tonen we enkel naakt als daar een goede reden voor is. En aan lang beraad heeft mijn onvolprezen redactie beslist om de volgende vraag goed te keuren. Deze foto van een Braziliaans naaktmodel ging de wereld rond nadat die op Instagram werd geliked door iemand van wie het niet meteen zou verwachten. Wie gaf deze foto een hartje? Was dat Barack Obama, Paus Franciscus, Prins Charles of Koen Krukke? De snode Paus Franciscus. De snode Paus Franciscus gaf dat een like. Nee. Wel een kapoen, hè, de paus. Ja. Doe maar zelfs. Ik denk dat er die nacht witte rook uit zijn schoorsteen is gekomen. Wat zouden jullie doen als chief happiness officer? Ik zou iedereen gekleurde hoedjes geven. Ja. En dan rode hoedjes voor de mensen die blij zijn, die gelukkig zijn. Mensen met wie het iets minder goed gaat, die krijgen een blauw hoedje. Ja. En zo weet iedereen in het bedrijf ook dat het niet zo goed gaat met die mensen. Ja. En dan zou ik alle mensen met blauwe hoedjes verzamelen in een kamertje. Ja. En die daar dan allemaal ontslaan. Zijn jullie goede schutters? Heb je al eens met een geweer geschoten? Ik heb wel nog een leuk verhaal over lotjes weer. Dus ik deed dat met mijn... Dat was een van de weinige dingen. Dat was een moment tussen vader en dochter dan, vroeger. En ze zetten vanachter in de tuin een oude wc-bril. En daar werd dan een tampon aan naar beneden hangen. En dan mocht ik, ik weet niet, 6, 7 jaar. Ja. En dan als je op een tampon schiet en je schiet raak, dan flush, alles gelijk een grote wolk. Die eigenlijk. Oh, dat was heel tof. Dat waren de vader-dochtermomenten. Ja. De huizen uitroepen. Hoe is die nu lesbisch geworden? Ook animatiefiguur. Ja, bekend hoor. Nee, ik heb geen idee, jong. Geen idee? Sorry. Nee, jong. Ah, sorry. Nee. Moet ik maar jong, hoor. Ja. Mogen we jong zeggen? Jazeker. Ja. Het is aan de volgende, jong. Hans. Weet het niet, Jan? Nee, het was Pluto, jong. Wim, jouw hond Swami Bani. Hoe is daarmee ondertussen? Goed, ja. Van Winteruur, het programma. Hè? Ja. Horen en zien zijn hem vergaan. Hij kan ook niet meer spreken. Ja. Zijn huis staat hier een eeuw vandaan. Hij laat geen enkel teken. Oh. Toch circuleert een vaag gerucht dat eens de dag zal komen waarop hij met een diepe zucht de waarheid zal vertonen. En daarop, broeders, wachten wij. Met hoop in onze ogen. De dag komt immer dichterbij dat wij hem prijzen mogen. Swami Bami is de man die het langste zwijgen kan. Prachtig. Ik kan dan al de knaden. Wat zijn jullie favoriete jeugdboeken? Ja, mijn vrouw schrijft jeugdboeken, dus mijn favoriete jeugdboek is Sterrennachten van Sylvia van Driessen. Ja. Mijn maîtresse schrijft jeugdboeken, ja. Dus ik moet zeggen Sterrennachten van Sylvia. We blijven vrienden. Dat moet kunnen. Ik dacht dat ik die zure geur van ergens had. Ja. Had jij speciale hoestinkjes tijdens de zwangerschap? Ja, ik ging zelfs soms alleen asperges eten op een restaurant bij ons op de hoek. Ja, ik was asperges. Serieus, hè? Ja. Er zijn ook vrouwen die grond beginnen eten dan. Hè? Grond? Aarde, ja. En verfschilfers en zo. Dat is echt waar, dat heeft een naam, pika. Dat is geen grap, ja. Geen grap. Maar eens opzoeken. Ah, oké. Okay. Ja. En is er een biologische nut dat eraan gekoppeld is of zo? Is dat hormonaal ingegeven omdat wij daar dan een goed effect van hebben of zo? Verfschilfers eten is sowieso heel gezond. Riaat, ik durf niet vragen of jij last hebt van winderigheid, omdat ik denk dat je eerlijk gaat antwoorden en ik ben er al bang voor. Wat denk je zelf? Denk het niet eigenlijk. Ja, wel, ik heb spastische darmen. Je vroeg een eerlijke antwoord. Maar dat we zeggen is spastische darmen, je moet zeggen mentaal gehandicapte darmen. Nee. Gebeurt het wel eens in de kleedkamer, Hans? Dat er zo... Tuurlijk. O, serieus? Ja? Ja, zeker. En wie is dan zo de grote aanstoker? Ik kan mijn eigen dag ook al bij rekenen. Oh. Voilà. Nee. Bim, durf jij een windje laten bij jouw partner? Ja. Serieus? Ja. Ja. En durf jouw partner een windje laten... Dat heb ik liever niet.
Yes. Heb jij al eens iemand van het Koningshuis ontmoet? Denk het niet, nee. Nee. Ah, jawel, jawel. Ik heb in Technopolis koning Filip, toen nog prins Filip en prinses Mathilde mogen rondleiden, toen Technopolis in Mechelen openging. Ah, oké. Okay. Nee, jij moest ze rondleiden? Ja, dus er waren van verschillende scholen in Mechelen, mochten er wat kindjes bij iets een uitleg doen. En ik was een van die kindjes. En waarbij heb je een uitleg gedaan? Dit is een houten lepel. Ja. En kan je daar ook mee eten? Nee, geen idee, geen idee. Genoeg. Ik wil even zeggen, ik vind Wim Ombroek de grootste meneer, de grote meneer eigenlijk. Ja. Ik ben altijd al een heel grote fan en wij sturen soms. Maar Wim wordt een beetje ouder. En, dat mag gezegd worden. Hè. Ja. Want ik merk dat aan, hij stuurt mij soms, op mijn Instagram-story stuurt hij dan een duim. Ja. Dus was... En wat heeft dat met oud te maken? Ja, oudere mensen sturen soms al een keer een duim in. Ja, maar wij waren bijna samen. Dus jury voor een wedstrijd gaat het niet geloven. Paté proeven. Ja. Echt? Maar ik kon niet. Je moest het eens doen. Ik weet niet wat er belangrijker was dan. Ik had al een andere wedstrijd. Of, Het was de Vaujanettenstoet, denk ik. Ah ja, maar dat gaat boven alles. Ja. Hoe is het, Tess? Alles goed? Heb je alles nog lepels gemaakt, bijvoorbeeld? Ja, dat treft eigenlijk, Erik. Ah, kijk. Ja. Ik heb een cadeautje voor u bij. O, echt? Ik heb deze weekend niet geoefend, maar wel voor u een lepel gemaakt. Staat daarop? Euro. Ja, een E van Erik en een bloemetje eronder, of wat is dat? Nee, een bloem van een presentator bent ik. Oh, amai, maar jongens. Amai zeg, ja. Nee. Dat is omkopen. Dat is omkopen. Bedankt, hè. Nee. Dat is graag gedaan. Alles in de blender en heb ik een. Nee, graag. Dat is uitpakken in het woonzorgcentrum, hè. Ja, goed. Riaad, je hebt dat ook al wel eens, dat je je laat gaan qua eten, geloof ik, hè? Ja, dat is het typische, maar ik heb het Mark-Marie Huijbrechts ook horen vertellen. Als ik naar de frituur ga, kom ik alleen in de frituur toe en dan fake ik dat ik voor twee mensen eten bestel. Sta ik daar zo, er is een kleintje met stoofvlees, curryketchup en een frikandel en dan, wat was het nog? Nog een biekie, omdat ik aan denk van die gaan mij marginaal vinden. Nee, ik doe dat ook. Eten bestel voor mij alleen. Ik doe dat ook en soms doe ik alsof ik dan aan het bellen ben. Ik doe dat ook. Dat weet dat ik een telefoon op stil. Wat was dat nu, voor u een kleintje? Dat is zo eenzaam. Ik heb dat ook al gedaan. Jij doet dat ook, dat is geweldig. Nee, maar volgens mij, we moeten een codewoord afspreken voor als je te bont maakt. Trommelvlies! Ik heb mijn trommelvlies meegebracht. Ja. Ja. Nee, maar dat ik roep en dat je dan... Jij roept dan trommelvlies. Ja. Doe dus. Trommelvlies! Trommelvlies, ja. Dat is het code. Ja, zeer goed. Ik ga 60 seconden uitdelen. Ook aan ons? Van jullie. Nee, niet aan jullie. Waarom niet? Aan de kandidaat. Dat is toch niet eerlijk? Je verdient bij een seconde per goed antwoord. Wim krijgt geen 60 seconden en ik. Nee. Dat is toch ondemocratisch in dat programma? We beginnen met 369. We beginnen niet. Vegan. Hebben jullie er ooit al aan gedacht om vegan te worden? Nee, brandweerman. Maar nee, ik heb geen... Maar ik heb geen enkel probleem met mensen die dat willen zijn of vegan. Dat elk voor zijn eigen deur moet vegan. Ja, dan is ik van Susan vegan. Dat zijn vegan aan Pasen. Hè. Hebben jullie van sommige dingen te veel? Tenen, vingers? Ik zeg talent. Dat zijn prepuberale werken, Erik. En een werkje wat onder het stof is geraakt, is het volgende van de genaamde Mozart. Zaugt meinen dicken Schwanz ab. Zaugt, maar nee, maar zaugt. Zaugt meinen dicken Schwanz ab. Zaugt meinen dicken Schwanz. Allemaal. Zaugt meinen dicken Schwanz ab. Zaugt meinen dicken Schwanz ab. Alison Brie. En haar favoriete muziek, ken je die ook? R&B. Ik heb meer voor klassieke componisten. Georges Brizet. Ja. Doe mij maar Brie hang. Zwangere Brie. Ja. Zwangere Brie. Zwangere Brie, ja. Als het over een andere kaas mag gaan, Mozzarella Fitzgerald. En die zanger van Pearl Jam, Eddie Cheddar. Eddie Cheddar.
Oh, ballen. Hebben jullie wel eens problemen gehad met jullie huis? Ja, in de zomer vooral. Ja? Ik woon in een iglo. Toby Allerwereld, de verdediger van de Rode Duivels, die heeft de kathedraal op zijn arm getatoeëerd. Vind jij het mooi, zo'n tattoo, Riyad? Zo'n nee, vind dat ik. Nee. Wel een mooie man, hè? Of... Ja, maar ik zou voor hem moet ik wat gedronken hebben. Ja. Oké, ja. Toby! Kathedraal! Wat een andere wereld, Boris. Boris, gooi een dapper! En Riyad? Moet daar al een keer Jalaba, hè? Dat komt al in ja, de buurt. Hè? Jalaba, ja. Mm. Is leuk, hè? Lekker fris. Ja, ja, top, hè? Jalaba. Ja. Jalaba. 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 Dat is leuk aan West-Vlamingen, hè? Die maken hun zinnen niet af. Ja. Waarom zijn we er toch met de kinderen? Nou, dat stinkt ze voor. En West, dan heb je een moment. Jalaba. 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 Je mag het dan nooit. Dat je denkt, maar wat is er dan nu gedaan om de stinkt ze voor? Waarom zijn we er toch aan wandelen in de zoo? En we hebben er nog een beestankje. En heb je een moment. Zijn we er toch. Jalaba. 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 Vind je dat nu niet bij ons? Wat een oervolk is dat toch? Ongelooflijk. Je deed heel snel een pauw na. Ja, hallo. Ja. Hallo. Ja, kut, dat is de oerpauw zit daar. Oerpauw, nee, maar dat is in die gloria, de oerpauw. Ja. Hoe ging die weer? De oerpauw? Maar dan kan ik moet daarvoor recht staan. Ja. Ik weet niet of het nog kan, Erik, ja? Als oude man. Komt-ie. Kende dokters? Of... Ja, jij dokter, topdokters. Sorry. Ja, veel dokters, ja. Sorry. Ik ben een dokter. Veel kandidaten die hier lang zitten, die krijgen dan op Instagram zoveel. Ik zie Bokkie al knikken. Ja, ik heb daar juist toch hier een bericht gehad van... Hey, mijn meter vraagt of jij een handicap hebt. Of dat ik handicap ben. Hebben jij gezegd? Ah, ja. Natuurlijk. Die liegen, hè. Nee, heb jij mails gehad van aanbieders? Nee, maar wel fijne reacties eigenlijk. Er kijkt duidelijk veel volk naar dit programma. Ik denk dat Bokkie dat ook wel... Ik heb lang naast Bokkie gezeten. Veel mensen beginnen eigenlijk ook wel over Bokkie. Ja. En vragen ze een nummer of zo? Of, hoe is Bokkie? Hoe is Bokkie? Hoe gehandicapt is Bokkie? Katrien, zit je goed? Want er waren wat problemen met je heup. Toen de eerste keer moest je soms lang zitten, dan doet dat wat pijn. Ja, maar ondertussen weet ik, ik moet... platte schoenen aandoen. En, Oké. Dit zijn mooie. En de rest is Belgisch ontwerp ook weer? De rest is Belgisch ontwerp, ja. Van Steenbergen. Ja. Ah ja, van Steenbergen. Ja. 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 Bokkie, Belgisch Teleshop. Ontwerp. Niet overliegen, ja. Is dat Belgisch? Ik weet het niet. Ja, Priya, ook heel mooi wat je aan hebt. Goedkope rommel nogthans. Wat hè? Goedkope rommel, maar. Goedkope rommel? Ja, het wel van daar heel mooi naar mij. Ah ja, jij. Ja. En dan naar daar heel mooi. Over mij heb je nog in al die afleveringen niks. Bokkie. Ik heb al heel vaak gezegd dat je er heel goed uitziet. Ja, daar, als we enig aan de camera's afstaan, dan beginnen wij zo wat te verleiden. Het volgende gedicht voor jou. Oh. Oh, Katrien. Mevrouw Van Eylen. Mijn mond, die houdt niet op met kwijlen. Oh, mocht ik toch een poos verwijlen tussen uw takkenbossen en uw twijgen. Oh, Katrien. Slechts één verlangen. Katrien, ik laat het op u schijnen. Die nieuwe heup, Katrien. Die nieuwe heup, die wordt de mijne. Dat is mooi, hè, Katrien. Bijna Verlijn, ja. Ah, Verlijn. Rimbaud et Verlijn. Les fleurs du mal. Ja. Het is Baudelaire. Ach, dat is Baudelaire. Hoppakee. Hier, dat is een keer een tekst. Van Eylen.
was ik in een test, hé. Sorry, ik zat met een knuf, maar ik durf niet als superverspreider niet te veel lawaai maken. Ja, snap ik. Dus ik ga voor serene opnames. Oké, zeer goed. Ja. Zeggen jullie nog even sereen dag tegen Robert en Denise? Die dag Robert, dag Denise. Robert en Denise. Wees Robert. Dat is toch ongelooflijk, dat is ook een lachen. Zou Robert zo klaarkomen ook, denk ik? Denise. Denise. Ja? Zeg, en Denise, hoe is mijn tinnitus? Hoe is mijn tinnitus? Is beter. Ben je is tinnitus? Lekker. Ja, lekker. Ik eet dat allemaal graag. Ja, ja. Bokkie, heb jij soms geen eclairs? Goed, Erik. En waarom heet dat eclair? Dat moet jij weten, Wim. Bliksemschichten, heb ik ook verteld. Ja. Het is het Frans voor bliksemschicht. Het gebakje zou volgens de dictionaire de l'Académie Française... Of is het Baudelaire? Die naam kregen we omdat het lang is, maar bliksemsnel wordt opgegeten. Nee. Ja, ben jij wel eens verward met iemand? Dat gebeurt. Als ze Fatma tegen mij zeggen of Danira of zo. Sorry. Ja, mensen zien mij en denken van... Ah, dat is die bruine van het journaal. Wat is die naam weer al? Fatma! Danira! Meen dan, ja, op Aals Carnaval. En ik is achterna gezeten door een hoop carnavalisten. Hé, hey, Danira Boekris! En ik zo, nee! Jawel! Zeg, nee! En ben ik zo de foto gegaan met die mannen. En die hebben dan dus gepost op Instagram. Op de foto met Danira. Ik zo, zijn jullie wel eens met iemand verward? Ja, ik durf het bijna niet zeggen, maar al een paar keer. Ja. Met de klankman van Tom Waas. Oh, ja. Dat snap ik. Dat snap ik zit op het terras, er zit een man als mij. En die is altijd met mij te babbelen. En op het einde van het gesprek zei hij... Jij hebt nu geen ene keer gestotterd. Ik zeg, pardon. Je hebt geen ene keer gestotterd. Ja. Pascal Braakman. Pascal Braakman. Ria, ben jij nu getrouwd of niet? Ja, voor de wet wel al, maar nog niet met... De duiven zijn nog niet losgelaten, hè? Nee, ik moet ook niet hebben. Geen duiven? Oh, vanaf kutbeesten. Maar dat klopt, dat zijn de ratten van de lucht. Ja, hoe komt het? Heb je er last van? Of, Nee, maar dat is toch geweten, die brengen ziektes mee. Hè? Ah, serieus? Ook al? Ja, fuck. Echt waar? Ja, auto hangt vol duivenstront. Ja, inderdaad, ja. Echt waar? Dat toch... Ja, maar ja, dat is al 2 maanden. Dan ben ik de slimste mensen toe, dan heb ik geen tijd. Maar begin het al te zien, Erik. Ja. Je lelijke trek rond je mond. Maar ik snap zo het punt niet waarom iedereen zo tegen duiven is. Ik zie vooral tegen meeuwen eigenlijk. Ik vind meeuwen veel verschrikkelijk. Meeuwen. Ja, maar dat mag je in knokken. Vergiftigen. Ik heb onlangs een meeuw een kind zien aanvallen en een greep hem in de nek. Meeuwen? En nam hem mee. En ik wil in een gaat trouwen. Wordt het niet tijd? Katrien, welk jaar al? Katrien, ken je Knabbel en Babbel? Ja. Oké, ik reken het goed. En het is in de hemel paella te eten. Dat is een grappige uitspraak. Paella? Ja, paella. Dat is de foute uitspraak, paella. Paella? Paella, dat zijn de toeristen in Benidorm spelen. Paella! De paella! Dat is niet waar. Hoe moet je... Paella? Ah ja, maar zo zei ik het toch? Ja. Zeg dat nog eens. Paella. Nu was het beter. Paella. Nee, spreek jij Spaans? Het ene woord dat ik ken in Spaans is oplichterij. Ja? Tapas. Niks. B. Je durft het woord niet uit. Je bedoelde B, pussy, hè? Pussy. Ja. Ja, dat mag je op de sportredactie niet zeggen, waarschijnlijk, dat woord. Vincent Kompany is een echte pussy. Had gekund, hè? Nee. Hoe zou jij een hond nadoen? Wacht, hè. Wat voor hond? Grote hond. Ruf! 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 Ja, kameraad. Katrien, hoe zou jij een hond nadoen? Zo? Ja. De preutelekker. Nee, het was heel mooi gedaan. Het was heel mooi. Ja. Nee, ja. Bokkie, hoe zou jij een hond nadoen? Waf. Nee, hoe zouden jullie een hond nadoen? Wat ik het leukste vind aan een hond is zo altijd dat... Ah ja.
Maar wanneer, dus een hond die in zijn mand moet blijven, die eigenlijk buiten gaat spelen en die dan af en toe een keer een half en blaft, zo... Wacht, hè. Ja, ik vraag me eigenlijk af, want jullie zijn acteurs, acteursopleiding. Moet je dan alle dieren kunnen namen? Alles. 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 Echt? Alles, ja. Ik heb op mijn examen zonder... Wacht, wat? Ja? Examen dieren. Ja. Had ik voor de grap gezegd, ik ga een strontvlieg doen. Ja. Wacht, ik weet niet of ik een kans heb. Katrien, jij was slachtoffer geweest van... Nee. Ben je wel eens bestolen geweest? Ja, wel al inbraken gehad. Ah, inbraak, serieus? Ja, inbraak. Ja, dat is niet fijn. Nee, dat is niet fijn. Was dat operatie Propere Handen? Was dat Nee, en voetballer Riaat, ja, je hebt niet gedaan waarschijnlijk. Jawel, ik heb een jaar geschot. Ik ben buiten gevlogen. En waarom? Omdat ik geen balgevoel had, ja, zei de voetbalcoach. Ja. Heeft hem en heeft hij ooit gedoucht met je? Bokkie, heb jij gevoetbald? Mij hebben ze een keer in zaalvoetbal gewoon als dikke in de goal gezet voor de hele seizoen. En dan zat ik daar. Bij FC Stoelgang was dat. Echt waar. Echt waar. Nee. Ik moest in de goal gaan staan en ik ben zo mietje. Als penalty was, was dat veel te dicht. Dus dat moesten we omwisselen. Ah ja, dat moest er iemand. Dat kwam daar een ander. Maar dat is goed. Dat riep Mathilde. Dat zou goed kunnen dat hij nu zit te kijken naar de slimste mens. Dat kan, hè. En hoe zitten die dan te kijken? Ja, dat weet ik niet. Erik, Erik. Ah, tu m'excites, Erik. Wat ben je aan het doen, Philippe? Mais qu'est-ce qu'il dit là, Alain Cava? Alain Cava. C'est pour qui des rappeurs? Mais c'est Catherine. Mathilde. C'est Catherine. Mais on est Fatma. Fatma Castrina. Non, c'est Danira. Danira. Het mannetje daar, het mannetje met de rok, is het Steven Steenberg. De Acropolis. Ja. De specifieker. De zuilen van... Nee, is dat in Rome, het Colosseum, de zuilen van... Nee. Stop. Nee. Bokkie. Parthenon, is dat dat? Wat zei? Parthenon. Parthenon. Hij klikt ja. Bijna! Paton... wacht, hè. Hé, hey, we gaan naar het pad. Parthenon, Parthenon. Oh, zo jammer. Allee, ik gruw me. Ja, stop. Nee, stop. Dan gaat de beurt naar Katrien. Parthenon. Het Parthenon. Bokki, wat is jouw favoriete vakantie? Ik ga altijd naar Parthenon houden. Dat is zot af. Dat is altijd er staat.